Goedendag, mijn naam is Arf. Ik heb een kaart met aan één kant de letter, aan de andere kant een cijfer. Hier is trouwens E, 5, kleine k en grote 8. De stelling is nu, als aan de ene kant een hoofdletter staat, moet er aan de andere kant een oneven kaart staan. Nu, wanneer is de uitspraak waar? Welke kaart moet je voor omdraaien? Wel, moet je E controleren? E moet je controleren, want E heeft een hoofdletter. Je moet kijken of er een oneven kant staat. Bij de tweede, bij de 5, moet je niet controleren, want aan 5 kan zowel aan de andere kant een hoofdletter of een kleine letter staan. Dat staat niet in de voorwaarden. Ook voor de kleine k hoef je niet te controleren, staat niet in de voorwaarden, dus je hoeft niet te controleren. Dan kun je niet weten wat dat zegt. Maar bij 8 moet je wel controleren, want de 8 is een evenletter. Dat betekent aan de andere kant mag zeker geen hoofdletter staan. Er moet een kleine letter staan, je moet 8 zeker controleren. Ja? Dat betekent, de enige kaart die je moet controleren zijn E en 8. Dat is antwoord P in je lijst. Dankjewel, bye bye. Dag, ik maak me veel plezier video's voor jullie, maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kun je een beetje geld storten voor mij. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.